alles is voor niks, op dit moment voor niks. Dus het zal allemaal weer overnieuw moeten. Ja. Yeah. Niks meer van over. Korte Velle Brand heeft afgelopen weekende enorme schade aangericht op de historische vissersboot. Ik sta op de kant en ik ruik rook. Ik kijk naar het schip en ik zie dat er hier aan bakboordzijde rook uit de brug kwam. Nou ja, gelijk brand, brand, brand. Maar ja, toen was het eigenlijk al te laat. Alle authentieke onderdelen van het schip zijn is allemaal gesmolten, is allemaal verbrand. Het schip uit 1931 heeft een kleurrijk verleden. Tot de oorlog heeft hij gevaren als vissersboot. Toen is hij in beslag genomen door de Duitsers. 1944, toen is hij door de verzet, Nederlands verzet, is hij weer teruggezet. Of gekaapt en hebben ze hem op de Rotterdamplaat gezet. Van 1951 tot 1955, wel leuk, heeft hij als smokkelschip gevaren tussen Engeland en Europa. Het is de bedoeling dat het schip nu verder gaat als hotelboot. Maar de vraag is of dat nog gaat lukken. Dat was de laatste fase. We zouden nu deze week met nog een paar mensen de binnenkant gaan opknappen. En dan zouden we hem aanstaande vrijdag op het historisch weekend op de Oude Rijkswerf Museumhaven gaan presenteren. Jammer, heel jammer. Grote teleurstelling. Maar dit is toch niet het einde van het schip? We moeten afwachten wat de verzekering gaat bepalen. Hopen we dat we weer heel snel aan het werk kunnen om weer in originele staat te brengen alsnog te presenteren.